In Valerio International bezoek ik bekende en onbekende jonge Nederlanders die wonen en werken in het buitenland. Eén ding hebben ze gemeen, ze zijn allemaal erg succesvol in hun werk. Ik wil alles van ze weten en duik in hun bijzondere levens. Hoe wonen ze? Hoe werken ze? Wat doen ze in hun vrije tijd? Hoe reizen ze? Waar halen ze hun koffie? En hoe gaan ze om met cultuurverschillen? Ik ontdek wat hun drijfveren zijn en welke obstakels ze tegenkomen op de weg naar succes. Vandaag ontmoet ik Brian Meghou, die in Dubai audiosystemen inbouwt in de auto's van sheiks en andere rijkaards. Ik ben onderweg naar Brian Meghou uit Zoetermeer. Hij reist regelmatig af naar Dubai om daar audiosystemen in auto's in te bouwen. Klinkt misschien heel gewoontjes, maar dat geldt niet voor zijn klanten en hun auto's. Hey man. Hey, welkom. Hoe zit het? Brian? Met jou. En het ziet er goed uit hier. En dankjewel, dit is een villa van een klant van ons. Waar we al meerdere auto's voor gedaan hebben. En ja. Voorzien hebben van onze audiosystemen. Dus dan is het zo, iemand koopt een auto, maar die wil er ander geluid in. Klopt. En dan komen ze bij jou. Ja, komen ze bij mij terecht. Brian is al van jongs af aan gefascineerd door auto's. 10 jaar geleden begint hij zijn eigen bedrijf, gespecialiseerd in de inbouw van autoradio's. Als de zaken wat minder gaan, besluit hij zijn markt te verleggen naar dure sportwagens. Het blijkt een schot in de roos. Inmiddels vliegt hij iedere maand naar de Emiraten om sheiks en andere rijkaards te voorzien van een op maat gemaakt audiosysteem. Hoe zijn die mensen dan überhaupt bij jou terechtgekomen? Eigenlijk via een contact die wij gekregen hebben in Dubai via LinkedIn. En dat bleek dan het neefje van de president van de Ferrari Club te zijn. Mm-hmm. En toen hebben we ons werk kunnen laten zien. En ja, daarom zijn we nu hier. Ja, en zij laten jou dan dus invliegen om hun auto te verbouwen. Klopt. Relax zeg. Maar wat kan je laten zien? Wat heb je gedaan? Ja, wat het feitelijk is dat de auto wordt standaard afgeleverd met een audiosysteem. Maar ja, daar leggen ze natuurlijk totaal de nadruk niet op. Zeker niet met zulke sportwagens, want men wil genieten van het rijden natuurlijk. Hè? En als je dan de radio wat harder zet, dan gaan de speakers gaan kraken en vervormen. Ja. En wij zorgen ervoor dat we een heel goed systeem maken, waardoor het geluid nog steeds heel goed blijft klinken en ook over het motorgeluid heen komt. Maar nou is deze auto net afgeleverd. Wat staat er de rest van de week op de planning? We zijn nog met 2 Ferraris bezig. Ja. Daar gaan we straks even heen. En volgende maand gaan we weer 2 auto's doen. Lekker. Ja. Maar kan je een beetje laten zien waar de speakers en boxen zitten? Ja, tuurlijk. Want ik kijk erin en ik zie eigenlijk helemaal niks. Ja, ik weet niet waar ik kijken moet. Kijk, in de deurpanelen zitten er standaard nog speakers. Ja. We halen dan de deurpanelen eraf. We bouwen daar nieuwe speakers in. Er komt dempingsmateriaal in. Dan monteer je het allemaal weer terug, zodat je er niks meer van ziet. Dus hierachter is alles anders. Ja. Alleen het ziet er nog steeds origineel uit. Maar kan je dan met de beperkte ruimte die in zo'n deur zit en het bestaande model daar dan wel genoeg spullen in kwijt? Jawel, ja, ja? Gelukkig wel. Je moet het eigenlijk even horen. Dat vind ik een heel goed idee. Makkelijk nog een uurtje van Carlos Santana kunnen genieten. Maar Brian wilde me ook nog even meenemen in een andere auto. En omdat ik geel ook een mooie kleur vind, stap ik weer graag bij hem in. En wat voor auto rij je zelf eigenlijk? Een Seat Ibiza uit 2003. Echt? Ja. Maar als je de hele tijd in dit soort auto's rijdt en eraan sleutelt, dan wil je er toch ook super graag een zelf? Ja. Waarom heb je er graag in een? Natuurlijk is het wel gaaf, hè? Bedoel, geloof me, ik geniet hier echt van hoor. Ja. Maar om daar helemaal bijvoorbeeld krom voor te gaan liggen, nee. Okay. Maar en heb je in je eigen auto dan wel het dikste geluid ingebouwd?
Nee. Je stelt me zo teleur. Brian neemt me mee naar de plek waar hij de meeste uurtjes in Dubai verblijft. Hier worden de auto's van zijn klanten ontmanteld, waarna alle voorbereide apparatuur uit Nederland weer wordt ingebouwd. Zo, this is where the magic happens. Dit is jouw garage. Dit is de werkplaats waar we gebruik van mogen maken. Maar ik dacht dat het bijna een soort van auto-showroom zou zijn. Maar het lijkt bijna wel het magazijn van IKEA. Dat klopt. Nee, we hebben al het maatwerk doen we natuurlijk in Nederland. Mm-hmm. Dus het is ja, makkelijk gezegd een soort van assemblage alleen hier. Ja, ja. En hoe lang zit je hier al? Vanaf begin van het jaar. Als je met zo'n auto bezig bent, komen de eigenaren dan wel eens kijken? Eigenlijk niet. Ze willen liever niet zien dat hun auto helemaal uit elkaar ligt. De montage van een geluidsinstallatie duurt gemiddeld een week per auto. En hoe gek de klant het ook wil, Brian zorgt dat alles onzichtbaar wordt ingebouwd. Wat zou zo'n gemiddeld geluidspakketje van jou dan kosten? Laten we zeggen dat je daar een auto van koopt. Maar een tweedehands Fiat Punto of... Dat varieert. Van een Smart tot een Ferrari. Maar er zijn dan echt mensen die een geluidsinstallatie erin willen die zo duur is, dat het ongeveer nog een keer die auto is. Dat kan, ja. Als ze dat willen, kunnen we dat doen. We zeggen altijd, wie betaalt, bepaalt. Ja, dat is helemaal waar. Ja. Voor we vertrekken wil ik nog even het eindresultaat beluisteren. My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like. Na zo'n drukke dag is ontspanning natuurlijk ook heel belangrijk. Dus bezoeken we 's avonds een decadente club waar Brian met wat vrienden heeft afgesproken. Jij weet de weg, jongen. Hallo. Wave after wave, slowly drifting. Nee, we staan nu in een van de dichtste clubs in Dubai op het VIP-deck. Helemaal voor onszelf alleen, met jouw vrienden. Gaat het nou iedere week zo? Soms. Ja? Ja, soms. Ja. En gaat het in Nederland dan ook zo? Nee, hier is het anders. Maar goed, je hebt ook met andere soort mensen te maken. Ja. En het netwerk hier is ook ontzettend groot. Dus ja, dit soort dingen worden dan gedaan. Om in deze wereld te kunnen werken, moet je dan ook nog anders gedragen naar de klanten, zakelijker of juist amicaler? En gewoon jezelf zijn. Ga niet groter doen, maar ga ook niet kleiner doen. Je bent wie je bent en je staat achter je product en dat is goed. Dus ondanks dat hier op het VIP-deck staan met heel veel mooie vrouwen, kunnen we gewoon het beste onszelf zijn. Ja, daar ben jij goed in. Een heerlijke nieuwe dag in Dubai. Het is hier 40 graden, dus ik heb mijn wollen pak weer uit de kast gepakt om Brian op te gaan halen. Brian bouwt audiosystemen in dure sportauto's in en reist daar elke maand voor naar Dubai. Ik ontmoet hem in zijn appartement. Dank u, dank u. Oh, wat een uitzicht, hè? Mooi, hè? Dubai Marina, mooie jachthaven. Hey, wat staat er vandaag op het programma? We gaan een Ferrari ophalen die we vorig jaar een keer gedaan hebben. Die mag ik even lenen om aan een potentieel nieuwe klant te laten zien. Dus gaan we gewoon even kijken. Even een mooi wagenpark. Dus, moet je dan nog iets voorbereiden? Eigenlijk niet. We halen de auto op en we laten dat zien. Succesvol hier in Dubai, maar hoe is dat zo gekomen? We hebben een aantal jaar geleden een aantal Ferraris gedaan in Nederland via de Ferrari dealer, voorzien van audio. En daar zijn toen door een goede vriend van mij hele mooie foto's van gemaakt.
En via LinkedIn kwam ik op een gegeven moment iemand tegen. Ook een Nederlander die hier een marketingbedrijf heeft. Dus ik had hem een mail gestuurd met die foto's erbij. Van joh, dit is wat wij doen. En dat is uiteindelijk naartoe gekomen. Dat we binnen een paar maanden al een eerste auto hadden om een audiosysteem in te bouwen. Ging jij toen naar Dubai? Kwam die auto naar Nederland? Nee, die auto is dus eerst naar Nederland gevlogen. Geloofde jij dat meteen? Nee, ik heb die mail wel 10 keer gelezen. En ook aan mijn collega laten lezen. Ja, weet je, wat is dit? Nee, dat geloof je natuurlijk niet. Nee. Ja, dan staat er ineens zo'n auto in zo'n douaneloods met een Dubai's kenteken erop. Ja, dan moet je toch wel eventjes met je ogen knipperen. Dat is wel echt waanzinnig. Ja. Maar en ben je toen ook met een omweg in die auto naar huis gereden? Nee, we hebben hem wel op een trailer vervoerd. En hoe is dat inbouwen van die auto vervolgens gegaan? Want dat was eigenlijk je eerste echte internationale klus. Ja, kijk, normaal gesproken werken we met een budget altijd. Hè? Want een klant als budget beschikbaar heeft. En in dit geval was het van, ja, maak maar het mooiste wat je kan. Ik hoor wel wat het kost. Dus dan, ja... Dan ga je op een hele andere manier te werk. Je pakt gewoon de beste materialen wat je kan gebruiken. De mooiste afwerking. Dan kan je gewoon echt los. Dan kunnen we gewoon echt doen waar onze passie zit. Die auto is uiteindelijk weer teruggegaan. En hoe werd die hier ontvangen? Wij zijn toen ook hierheen gekomen. We zijn uitgenodigd om de auto aan de klant te overhandigen op een event. Ja, dat is natuurlijk ook heel onwerkelijk. Weet je, er waren 140 auto's op het parkeerterrein. En wij hadden de auto netjes binnen mogen zetten. En iedereen enthousiast en in die auto zitten en luisteren. Ja. En hoe zou je het omschrijven wat je hier meemaakt? Ja, bizar. Het heeft ook heel erg met gunnen te maken. Hè. Ze vinden het leuk wat we doen en ze gunnen ons ook die handel. En bijvoorbeeld, ik weet van de één klant van ons, daar hebben we al iets van 15 of 16 auto's voor gedaan. Die vindt het gewoon leuk. En dan belt hij op, wanneer heb je tijd? Over 2 maanden. Ja, is goed, kom maar, ik heb er 2 auto's gekocht, dus ga je gang. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Met een geleende wagen bezoeken we een mogelijk nieuwe klant. Op deze manier kan Brian het inbouweindresultaat laten zien en horen. Hij hoopt de klant te kunnen overtuigen, want deze man heeft een leuk wagenparkje staan. Ben je nou nog zenuwachtig voor zo'n afspraak? Nee, ik vind het wel spannend natuurlijk. Maar je zal het zien, het is een hele aardige meneer. En dat gaat gewoon super relaxed. Oké. Doei, doei, doei. Hi. Hello. Hi, Nima. How are you? Good to see you. How's everything? Good, very good. Thank you very much. How are you? Good. Hi. Valerio. How are you? Hi, Nima. Fine. Nice meeting you. As you know, the subwoofers and amplifiers are beautiful. In the back. So you do this as well? Yes. Oh, nice. Everything is tailor-made. Very nice. So this will be the same color as the original interior? Yes, that's right. Same material as well? Yes. Nice. Het is toch wel mooi om te zien dat hij hier met een mogelijk nieuwe klant in de auto zit. Die gast die heeft voor tonnen, al dan niet miljoenen aan auto's hier staan. En hij zit er gewoon lekker in zijn korte broek hiernaast. Maakt allemaal niks uit. Ja, fantastisch. Hij was erg onder de indruk. Ik zag het. Ja. Het was redelijk kinderspel. Ja, eigenlijk wel. Hij zei meteen, wil het in 1 of 2 auto's. Klopt, in de Ferrari en in de Lamborghini Aventador. Ja. Gaat het altijd zo makkelijk? Nee. En zoek je nog mensen? Het gaat niet altijd zo makkelijk. Soms heeft het wat langer tijd nodig. In dit geval hebben we gewoon een perfecte situatie. Dat de meneer heeft een Ferrari F12. En ik had er eentje die ik kon lenen om het te laten zien. Dus dan heb je gewoon dezelfde auto. Ja. En dan is dat wel ideaal. Maar ik sta er helemaal van te kijken dat je zo'n afspraak gewoon... Huppakee, in je korte broekie, blauw shirtje erop en gaan. Ja, klopt. Ja. Maar deed je dat aan het begin ook? Of had je toen netjes een overhemd aan en zo? Ja, toen liep ik ook in een wollen pakje rond. Ja, dat werkte niet echt. Nee, dat is te warm. Hey, doe jij eigenlijk al je klussen nog zelf? Ja, met Wesley natuurlijk samen. Maar ik vind het het leukste om ook zelf aan de auto's te werken. Maar nou werk je met heel veel mensen die echt superrijk zijn.
Ben jij dat inmiddels ook al? Wat is rijk? Nou, als je een Lamborghini en een Ferrari kan kopen, dan vind je toch wel... Ja, nou ja, zover ben ik nog niet. Nee? Nee? Maar wat zou jij nog willen bereiken? Is dat een eigen supercar hebben of kan het ook iets anders zijn? Weet je, ik vind het heel belangrijk om gewoon hele leuke dingen te doen. Om elke dag met plezier naar mijn werk te gaan. Dat we onderling met de jongens ook hartstikke veel lol hebben. Dus eigenlijk heb je wat dat betreft nu al je doel bereikt? Ja, die heb ik altijd van gedroomd en uiteindelijk zitten we hier. Ja. Dus ja. We zitten hier behoorlijk goed. Ja, goed hè? Ik ga ervan genieten. Proost.